SNF Magazine moet je zien. Het Staatsziekenfonds is er voor ons. Inderdaad zijn we er weer met SZF Magazine, het programma van de afdeling PR-voorlichting van de Stichting Staatsziekenfonds. Goedendag, ik hoop dat u het goed maakt. We zitten al in de derde maand, 1 maart, en we hebben weer heel wat informatie voor u. Maar helaas moeten we beginnen met te vermelden dat de vorige week ons is voorgegaan de gepensioneerde van het SZF, niet Joen, André Moussoulet. André, zoals we hem noemden, 70 jaar. De heer Moussoulet trad op 1 september 1981 in dienst van de Stichting Staatsziekenfonds, het jaar van de oprichting, in de functie van stafmedewerker op de afdeling onderzoek, planning en voorlichting. Tot zijn pensionering in 2003 heeft hij ook zijn bijdrage geleverd als hoofd afdeling informatietechnologie en ook de afdeling bedrijfsstatistieken. De crematie heeft reeds plaats gehad. We wensen de nabestaanden van André Moussoulet, in het bijzonder zijn echtgenoten, kinderen, veel sterkte en troost toe bij het verwerken van dit verlies. Achter elke traan van verdriet zit een glimlach van herinneringen. Deze week was het een drukke week op kantoor, vooral vanwege de betalingen van de vrijwillig verzekerden. Op een gegeven moment ging het even mis met de postmachine, betalen met pinpas. Het is natuurlijk heel vervelend, maar dat zijn zaken die buiten onze invloedssfeer liggen. Als er iets met de verbinding is en dat is buiten ons, ja, dan is het een beetje lastig. We kunnen proberen om zo snel mogelijk de mensen door te geven van, u kunt niet betalen met uw pinpas, maar dan is het hopen dat het snel weer hersteld is. De maand maart, de laatste maand van het eerste kwartaal, is begonnen, zoals ik aan het begin zei. En de data waarop het hoofdkantoor van het Staatsziekenfonds langer open is, dat hadden we een paar weken terug al doorgegeven, maar we doen het weer, zodat u voorbereid bent en op tijd uw zaken kunt doen. Die data zijn dinsdag 26 en donderdag 28 maart. Dan is de kassa open van 7:30 's morgens tot 5:00 's middags. Het SZF-hoofdkantoor en al haar filialen zijn gesloten op woensdag 27 maart vanwege Pagua en op vrijdag 29 maart vanwege Goede Vrijdag. Dat zijn vrije dagen, nationale vrije dagen. De betaalposten zijn deze maand open van maandag 25 tot en met donderdag 28 maart op werkdagen van 7:30 tot 3:00. En daar kunt u met uw pinpas betalen of met een stortingsbewijs van de bank. Het bewijs dat u betaald heeft, uw SZF-kaart of kaarten ophalen. De betaalpost de ene is in het gebouw van Apotheek Lichon aan de Latourweg 17. Telefoonnummer is 485-559 en de andere in betaalpost of gebouw SZF Hulpapotheek Kwatta, Kwattaweg 609A tegenover de Landbouwbank. En het telefoonnummer daar is 437-350. Dat is dus alleen in de laatste week van de maand. Verzekerden blijven bellen om te vragen of ze bij de betaalposten met contant geld hun premie kunnen voldoen. En we blijven het zeggen, bij de betaalposten kunt u niet met contant geld betalen. Dat kan alleen op het hoofdkantoor. Dan wil ik mij nu richten tot de andere groep verzekerden. Ik had het net over de vrijwillig verzekerden. Nu de verplicht verzekerden. Een van de meest gestelde vragen die binnenkomen elke dag: wat heb ik allemaal nodig voor het verlengen van mijn SZF-kaart indien ik via de overheid verzekerd ben? En wij van voorlichting zeggen steeds stevast, dat hangt af van de gezinssituatie. Die is bij iedereen anders, dus moet niet iedereen dezelfde stukken meenemen.
En het allereerste wat we vragen, als dat niet gezegd wordt, is: bent u hoofdverzekerde? En we merken dat er wordt getwijfeld. Of dat de persoon zegt nee. En als je verder vraagt, dan blijkt dat hij of zij wel hoofdverzekerde is. Nog steeds zijn er personen, verplicht verzekerden, die niet weten wie een hoofdverzekerde is. Terwijl ze bij de overheid werkzaam zijn. Vandaar dat we wederom dit hoofdstuk zullen behandelen. Nou, wie noemen we? Het staatsziekenfonds dus, een hoofdverzekerde. Bij de verplicht verzekerde is het degene die in gevolge de personeelswet een arbeidsovereenkomst heeft met de overheid en voor wie deze overheid premie betaalt. U weet het, de mensen betalen een deel en de overheid een deel. Gaat het om een parastataal of een particulier bedrijf dat participeert in de verzekering, dan is degene die een arbeidsverhouding heeft met dat bedrijf de hoofdverzekerde. En bij personenverzekering wordt de hoofdverzekerde door het SZF aangewezen. Nou, de verplicht verzekerde. In geval het betreft een huwelijk of concubinaat, indien twee hoofdverzekerden met elkaar gehuwd zijn, worden beide als zodanig aangemerkt. Als hoofdverzekerde dus. Dit geldt ook voor twee hoofdverzekerden die in concubinaat leven. En dan hebben we nog de afgeleide hoofdverzekerde. Na het overlijden van de hoofdverzekerde wordt de weduwe of de weduwnaar of de jongste wees administratief gekenmerkt als hoofdverzekerde, zolang ze nog pensioen ontvangen. En we noemen deze persoon de afgeleide hoofdverzekerde. En deze regel geldt alleen voor ambtenaren. Zo'n afgeleide hoofdverzekerde mag geen andere medeverzekerden meer inschrijven. Dus nadat de situatie is veranderd. Let op, we spreken alleen van een weduwe of een weduwnaar als de persoon gehuwd was met de overledene. Al woont iemand bijvoorbeeld al 30 jaar met iemand, met de andere, en de persoon overlijdt, is volgens de regels van de overheid zo iemand geen weduwe of weduwnaar. Het concubinaat is nog niet bij wet geregeld, maar omdat het zo vaak voorkomt, maken we een uitzondering. Maar er zijn voorwaarden waaraan u moet voldoen om uw concubine of uw concubant in te schrijven. Dan gaan we naar de medeverzekerde. Het meeverzekerd zijn kan alleen ontleend worden aan de hoofdverzekerde. Dus niet van de afgeleide hoofdverzekerde. We hebben het net al genoemd wat de hoofdverzekerde of wie een hoofdverzekerde is. De wederhelft kan medeverzekerde zijn voor zover hij of zij geen eigen inkomsten heeft en als zodanig niet in eigen behoefte kan voorzien. Let op het woordje kan. Medeverzekerden kunnen zijn de echtgenoot of echtgenote, concubine of concubant, kinderen, wettige, gewettigde, erkende, stief, natuurlijke en pleegkinderen. En we beginnen dan met de definitie die gehanteerd wordt voor echtgenoot of echtgenote. Die is de man of de vrouw met wie de hoofdverzekerde gehuwd is. De concubine is de ongehuwde vrouw met de ongehuwde mannelijke hoofdverzekerde die met de ongehuwde mannelijke hoofdverzekerde minimaal 2 jaar samenwoont. Hetgeen moet blijken uit de desbetreffende stukken, het SZF-uittreksel in dit geval, dat wordt afgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken. De concubant is de ongehuwde man met wie de ongehuwde vrouwelijke hoofdverzekerde minimaal 2 jaar samenwoont. Ook dit moet blijken uit het SZF-uittreksel van de burgerlijke stand, het kantoor waar u staat ingeschreven. En bij het overlijden van de hoofdverzekerde vervallen de rechten van de concubine en de concubant.
of de concubant. En u vraagt zich af waarom we zo benadrukken de ongehuwde vrouw en ongehuwde man. U heeft er geen hoogte van wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Situaties die voorkomen in de samenleving en daar kunnen we niet aan meewerken. Alleen een ongehuwde man en een ongehuwde vrouw kunnen in concubinaat leven volgens de regels. Medeverzekerde kinderen, daar zullen we het nu over hebben. Wettige of gewettigde of erkende kinderen. Er zijn stiefkinderen, dat zijn de voorkinderen door de wederpartij in het huwelijk meegebracht. Natuurlijke kinderen van de ongehuwde vrouwelijke hoofdverzekerde. Pleegkinderen, dat zijn kinderen die geen bloedverwant zijn van de hoofdverzekerde. En die door de hoofdverzekerde worden verzorgd en opgevoed als eigen kinderen. En in gevolge een verklaring van de burgerlijke stand. Minimaal 2 jaar samenwonen met de hoofdverzekerde. Het kunnen in deze ook kinderen zijn die middels een rechterlijke beslissing onder het gezag staan van de hoofdverzekerde. En voor alle kinderen die medeverzekerden zijn, geldt dat ze tot de leeftijd van 21 jaar kunnen participeren in het SZF, via de hoofdverzekerde dus. Alleen moeten ze dan wel deel uitmaken van het gezin van de hoofdverzekerde. Ze mogen geen bezoldigde dienstbetrekking hebben, dus niet betaald worden voor het werken, niet gehuwd of niet gehuwd geweest zijn, niet in concubinaat leven en zelf geen kinderen hebben of hebben gehad. Let op de aanduiding kind op de SZF-kaart achter de naam daar komt. Kind tussen haakjes. En als er dus een verandering in de situatie ontstaat, zoals we dat hebben geschetst daarnet, moet u het zo spoedig mogelijk aan het staatsziekenfonds doorgeven. U komt niet weg met ik wist het niet. Dat zijn dingen die we zo vaak horen. U bent verplicht om zodra u weet dat uw kind zwanger is of een andere zwanger heeft gemaakt of getrouwd is of zo, dat u het zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Als een kind de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft, een kind dat dus voldoet aan de voorwaarden en aan een door het MINOF erkende instelling volledig onderwijs geniet, kan het tot en met het 26e jaar rechten blijven ontlenen aan de hoofdverzekerde. Het schriftelijk bewijs zal wel geleverd moeten worden door middel van een schoolverklaring en een SZF-uittreksel. Het kind, jongen of meisje, moet wel voldoen aan de definitie kind. We weten dat heel veel kinderen na het 21ste jaar nog studeren en we komen de ouders tegemoet, want we weten dat studeren vaak heel veel geld kost. Dus tot en met het 26ste jaar helpen we nog. Maar er zijn voorwaarden, die heb ik net doorgegeven. Maar er is maar bij wezen. Bij wezen stopt de verzekering bij het 21ste jaar. In geval van een hoofdverzekerde met kinderen, waarbij de hoofdverzekerde overlijdt. En het is ook zo in een geval van een hoofdverzekerde met echtgenoten en kinderen. Indien de hoofdverzekerde overlijdt, dan wordt de echtgenote de afgeleide hoofdverzekerde, hè, de weduwe. En ook dan vervalt de verzekering van het kind of de kinderen wanneer ze 21 jaar wordt of worden. In deze gevallen kunnen de wezen een vrijwillige verzekering aanvragen, als drop-out, zo noemen we dat. En bij een correcte statuswijziging, dat is binnen 30 dagen na de vervaldatum van de SZF-kaart, betalen ze geen entreepremie. En dat scheelt wel. Dus u moet echt wel op tijd zijn en erop letten. Niet wanneer de kaart al heel lang vervallen is dat u dan komt, want anders gaat u entreepremie moeten betalen. Het gaat soms om veel geld. Belangrijk is dat u altijd alle wijzigingen op tijd doorgeeft of zo spoedig mogelijk. Oh, het is veel informatie.
Dat weet ik. Het moet nog even bezinken. Maar als u iets niet begrepen heeft, of u wilt iets vragen, of u heeft wat meer informatie nodig, aarzelt u niet. Maakt u tijdens de werkdagen maandag tot en met vrijdag contact met de afdeling PR Voorlichting op het telefoonnummer 477-101, toestel 226-281-283-414 of 230. Dan nog even iets over de foto van op de kaart. Het project dat we in 2011 gestart zijn. Om precies te zijn in augustus 2011 is in Paramaribo hiermee gestart. Met de verplicht verzekerden alleen. Dat zijn ambtenaren, gepensioneerde ambtenaren. Zij krijgen voor een langere periode een kaart. 3 of 5 jaar. Vandaar dat we voorlopig alleen hen een foto op de kaart geven. Bij de vrijwillig verzekerde is dat heel wisselvallig. Met een foto op de kaart kunnen de dienstverleners beter vaststellen of ze de juiste persoon voor zich hebben en die behandelen. Voor verzekerden betekent het dat mochten ze eventueel de kaart kwijt zijn, het oneigenlijk gebruik van de SZF-kaart wordt geminimaliseerd. En over het volgende krijgen we steeds telefoontjes. Moeten alle gezinsleden aanwezig zijn? Nee. Alleen verplicht verzekerden die 16 jaar of ouder zijn en wiens kaarten binnenkort vervallen en dus verlengd moeten worden, moeten zich persoonlijk aanmelden. Er wordt wel rekening gehouden met seniorenburgers die slechter been zijn. Of er zijn bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld iemand is opgenomen in het ziekenhuis en kan zelf niet komen. Daar houden we dus wel rekening mee. Maar kinderen onder de 16 jaar hoeven niet aanwezig te zijn. 16 jaar is de leeftijd waarop het ID-nummer actief wordt. Bij geboorte krijgen de kinderen een ID-nummer en wanneer ze 16 zijn, dan pas wordt het nummer actief en dat hebt u nodig voor het SZF. Want als het kind 16 is en u hebt geen nummer, krijgt dat kind helaas geen kaart. Het moet worden ingevoerd. Let u alstublieft op de vervaldatum van uw SZF-kaart. We herinneren u eraan dat u vanaf 2 weken voor de vervaldatum van uw kaart mag langskomen voor verlenging. Enkele van de stukken die u moet meenemen, afhankelijk van de gezinssituatie, de ID-kaart, niet ouder dan 10 jaar, het staat erop in een hoek, de datum, en dan moet u gewoon 10 jaar verder tellen. En als die datum voorbij is, dan is uw kaart vervallen. De ID, het ID-nummer, 16 jaar en ouder, zoals ik het al zei. De SZF-kaart, laatste loonslip, of pensioenbeschikking als het om een gepensioneerde gaat. Familieboek of geboortebewijs. SZF-uittreksel, dat is bij concubinaat. Schoolverklaring. Studerende kinderen van 21 jaar en ouder. Dingen die ik eerder in het programma al heb genoemd. Soms komen verzekerden die niet alle stukken hebben. Er wordt dan zo'n checklist afgegeven. En daarop wordt dan aangekruist wat u moet meenemen afhankelijk van uw gezinssituatie. En er staat ook alleen de bescheiden meenemen die zijn aangekruist. Er staat een stempel en er moet ook een paraaf zijn. Zodat als er iets is dat u naar de persoon kan gaan en zeggen van ja, maar er is iets misgegaan. Dat zou kunnen gebeuren. Mocht u twijfelen over welke stukken u moet brengen, belt u dan naar de afdeling PR Voorlichting. De nummers heb ik al doorgegeven. Wanneer we vragen stellen, beste verzekerden, dan is het geen nieuwsgierigheid. Maar we willen zoveel mogelijk weten wat de gezinssituatie is, zodat we de juiste informatie kunnen geven en u geen loperij heeft. Als u niet zelf belt, want dat gebeurt ook,
wilt u er alstublieft voor zorgen dat de persoon die voor u belt weet wat uw gezinssituatie is. En als er aan de andere kant iets wordt gevraagd, dat die persoon dan daarop antwoord kan geven. Want dat gebeurt ook in de praktijk. Dat zijn allemaal dingen die we meemaken. Vandaar dat we u op het hart drukken om hierop te letten. We hopen dat dit duidelijk is. Dan gaan we naar het Gezondheidskompas voor deze week. Een mediaproduct van de afdeling voorlichting van het ministerie van Volksgezondheid. Voorkom een beroerte en stop met roken. Er bestaat een onmiskenbaar verband tussen het roken van sigaretten of sjech en het krijgen van een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct. Het verband is het sterkst bij leeftijdsgroepen onder de 65 jaar. Het is dus raadzaam om te stoppen met roken, om zodoende te voorkomen dat u een hartinfarct of een hersenbloeding krijgt. Dat was dus het kompas van volksgezondheid. En nu de wachtdienstregeling voor het weekend, zaterdag 2 maart 6 uur 's morgens tot maandag 4 maart 6 uur 's morgens. We beginnen met Paramaribo Wanica. Dr. L. King, Kliniek Sommelsdijkstraat 6, telefoon 424-493. Woning telefoon 884-6425 of 894-6446. Dr. E. Berggraaf, Kliniek Zinjastraat 39, telefoon 432-565. Woning telefoon 492-164. En Dr. S. Bisumbar, Kliniek Vredeslustweg 1, nummer 31A, telefoon 582-376. Woning, telefoon 871-7735. In Nikeri, Dr. R. Ramyatan, Kliniek RGD Polynieuw Nikeri, telefoon 231-281. Woning, telefoon 211-146. En Dr. P. Latschman, Kliniek en Woning, Groot Heenaarpolder, serie 9, nummer 7, telefoon 234-124. In Saramaka, Dr. Gera Moutar Birja, Kliniek Polytijger Kreek, telefoon 375-144. Woning, telefoon 878-7977. En in Kommerwijnen, Dr. R. Kassan-Pawiro, Kliniek en Woning, Poli Ellen, telefoon 680-4498. Voor Coroni en Marwijnen verzorgen de desbetreffende RGD-artsen de wachtdienst. De spreekuren zaterdag en zondag van 9 tot 10 uur 's morgens en van 5 tot 6 uur 's middags. De wachtdoktoren zijn buiten de spreekuren alleen voor spoedgevallen beschikbaar. SZF-verzekerde, vergeet u alstublieft niet dat u uw geldige SZF-kaart en uw geldig legitimatiebewijs moet meenemen. De apotheken in de wacht van zaterdag 2 tot en met vrijdag 8 maart. De apotheek van 's Lands Hospitaal aan de Henk Aronstraat 64, telefoon 472-632. Open van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds, ook op zon- en feestdagen. En apotheek Ossan aan de Kwattaweg 200, telefoon 442-535, is open van 7 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds. En dat geldt ook voor de zon- en feestdagen. De volledige wachtdienstregeling kunt u vernemen via ons servicenummer 148. U weet intussen wat u moet intoetsen voor de huisartsen in Paramaribo, die in Ikeri, voor Kommerwijnen, Coroni en Marwijnen, de wachtapotheken enzovoorts enzovoorts. De wachtdienstregeling is ook te vernemen via dagbladen, radio, televisie, de website www.szf.sr of www.staatsziekenfonds.sr of Facebook. Of voor de houders van BlackBerry en Android-toestellen via Surifeed en WhatTo, WhereTo. Dit is een public service van de Stichting Staatsziekenfonds. SZF Magazine wordt uitgezonden via de STVS vrijdagavond na het journaal van 19:30. De herhaling zondagmorgen omstreeks 22:30. Rasonic TV vrijdagavond omstreeks 18:30. En Garuda TV op de zaterdagavond omstreeks 19:00.